Ik vraag mij af waartoe mijn huid mijn binnenste zo kuis omsluit, dat ik nooit met mijn dikke darm gedrapeerd over een arm en een mandje met mijn niertjes als geteugelde huisdiertjes bij vredig, maar niet al te warm, winderig of regenweer langs een boulevard flaneer. En ieder half uurtje mogen, nee, moeten alle met mij mee in de zilte lauwe zee, om niet uit te drogen. Zo beschikbaar wil ik wezen door mijn werk te laten lezen. En zo kwetsbaar bovendien door mij te laten zien. We leven in een glazen huis. Er zijn meer gegevens over ons vindbaar dan ooit tevoren. Dat komt vooral door de manier waarop we via internet zoeken en communiceren. Vrijwillig plaatsen velen van ons persoonlijke details op sites als Facebook en Twitter. De samenleving schreeuwt om transparantie. Het gedrag van publieke personen ligt onder een vergrootglas. Commerciële technologiebedrijven en regeringsorganen zijn geïnteresseerd in het vergaren en snel analyseren van gegevens van en over gebruikers. Maar zulke gegevens lenen zich ook voor het gebruik dat de privacy ondermijnt. In tijden van snelle technologische veranderingen moet het evenwicht tussen privacy en transparantie worden aangepast. Dat evenwicht is bij uitstek een politieke kwestie, waarover moet worden beslist via publieke discussies en waarover altijd onderhandeld moet kunnen blijven worden. De overheid is dus actief in het verzamelen van gegevens over de burgers. En in toenemende mate wordt daar verantwoording over gevraagd. Hoe transparant is de overheid zelf eigenlijk? De overheid werkt voor de burgers en daarom is het belangrijk dat informatie van de overheid ook openbaar is, toegankelijk is voor burgers. Ik heb vorig jaar een motie aangenomen gekregen in de Kamer dat alle overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zeer dringende redenen zijn. En onlangs heb ik een wet ingediend dat overheidsinformatie veel meer openbaar moet zijn, veel meer actief openbaar moet zijn en ook sneller openbaar gemaakt moet worden. Ook in de wetenschap neemt de roep om vrije beschikbaarheid van onderzoekresultaten toe. Open access is enorm belangrijk. Belangrijk voor de wetenschap zelf, voor de samenleving, voor het bedrijfsleven. Open access biedt kansen die nu nog onbenut blijven. Mijn organisatie, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, bevordert onderzoek op basis van excellentie en op basis van relevantie. Bevordert onderzoek bijvoorbeeld op de terreinen van de grote maatschappelijke thema's zoals energie, zoals klimaat, zoals veroudering, ook verstedelijking, logistiek, etc. Nou, het verbinden van deelresultaten op die diverse onderzoeksterreinen binnen die grotere thematische kaders wordt enorm geholpen door de beschikbaarheid van alle resultaten in één grote open access database. In onze samenleving komt meer en meer informatie beschikbaar. In die zin wordt de samenleving opener. Wezenlijk is de vraag wat we doen met deze informatie. We kunnen meerwaarde creëren door het samenbrengen van uiteenlopende soorten expertise, door het vinden van nieuwe combinaties. We zullen in een hele open maatschappij terechtkomen, een maatschappij waarin bestaande begrippen als rijk en arm, publiek en privaat, jou en mijn, hele andere definities zullen krijgen. We kunnen gebruik maken van een bijna oneindige hoeveelheid informatie. De vraag is, wat combineren we? Welke keuzes maken we? En welke nieuwe ontwikkelingen ontstaan door de keuzes die gemaakt worden op voorheen niet betreden paden. En ik zie als het ware de stad veel meer als een platform, als een
als een soort open structuur waarin dingen gaan gebeuren die we nu helemaal niet kunnen voorzien. Ik denk dat onze gebouwen zich dan ook veel minder specifiek zullen moeten gedragen. En ook de specifiekheid of de aan één programma of aan één definitie of aan één begrip te hanteren gebouwen zullen verdwijnen. Net als de iPhone niet meer alleen een telefoon is, maar je er bijna de was mee kunt doen. De samenleving verandert snel en ingrijpend. Begrippen, definities, waarden waaraan we gewend zijn geraakt, blijken niet meer vast te staan. Dat vraagt om flexibiliteit en openheid. Deze openheid is meer dan transparantie. Het gaat om ontvankelijk zijn voor vernieuwing en proactief inspelen op verandering. Door de nieuwe wetgeving krijgt de Koninklijke Bibliotheek een andere positie. We gaan een nieuwe invulling geven aan het begrip Nationale Bibliotheek. Het is niet genoeg om te zeggen dat de KB open is. Het is niet genoeg om de deur open te zetten, fysiek of virtueel. We moeten een podium bieden. Een platform voor samenwerking dat uitnodigt tot creatie van nieuwe informatie, kennis en cultuur. Hier is geen blauwdruk voor te geven.